Hallo reviewvriendjes. Hoe is het met jullie? Bij mij is prima. Prima weekendje gehad. Gelukkig niks gedronken. Lekker alleen maar thuis graantjes gegeten. Nooit op een terrasje gehangen. En alleen maar hele prettige, gezonde dingetjes in de natuur gedaan. Maar dat doet er niet toe. Want er is maar eigenlijk één vraag. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten wij gaan kijken en gaan proeven wat dat nou is. En dan komt Jantje met zijn cijfers en dan weten we wat hij ervan vindt. Ik kan zo een musical maken. Jans Reviews, de musical, met in de hoofdrol Jan Roos en zijn doosje. Nou, wat is dit? Gingerbeer, gemberbier. Ja, ik heb al eerder gemberbier gereviewd. Dat was volgens mij van, weet ik niet meer, mijn geheugen die laat af en toe... laat een beetje in de steek. En dat schijnt ermee te maken te hebben dat ik in een voorstadium zit van Korsakoff. Dat betekent dat je je hele geheugensysteem hebt weggedronken. Dus ja, ik weet het gewoon niet meer. Nee, maar even serieus, ik weet echt niet meer. Wat was dat nou voor... in ieder geval, ik had ginger beer gedronken en was er positief over, geloof ik. Want ginger beer is heel erg lekker. Gemberbier, hè? Als je het een beetje vertaalt. Punt is alleen... Het heeft niks met bier te maken. Er zit er toch een alcohol in? Old Jamaica Ginger Beer Original Recipe. En daar zit inderdaad geen alcohol in. En hier hebben we Jamaican Style Ginger Beer Non-Alcohol Drink. Maar wacht even. Dit is Old Jamaica. Dit is ook Jamaica Ginger Beer. Is dit ook Jamaica? Low Sugar Ginger. Real Tropical. Lime mint zit hier dan weer. Ik snap er geen reet van. Nee, in ieder geval, dit zijn drie ginger beers. Jan, wat vind je dan van ginger beers? Gebruik je dat wel eens in jouw privé omstandigheid? Nou, daar is het antwoord eigenlijk nee op. Toch heb ik het wel een tijd gedronken. En in welke tijd? Nou, toen kwam ik dus net uit de corona. Ik had het toen... De tweede keer dat ik het had. Ja, ik heb het zo vaak gehad. De tweede keer dat ik het had, toen had ik helemaal geen enkele smaak en geur meer. Nu, na de derde keer heb ik het af en toe geen smaak en geur. En over het algemeen ruik ik dingen die er niet zijn. Dat betekent namelijk dat je je geurzenuw in je hersenen kapot is. Ook leuk, hè? En van een malle Chinees die eet een vleermuis op. En nu is het Omian in Nederland met de kapotte geur zenuw. Bedankt, Chinkanko. Overigens, dat verhaal dat door een vleermuis komt, dat het nog steeds in de lucht hangt, is toch eigenlijk wel belachelijk. Iedereen weet dat niet zo is. Dat niet, die Chinese vreet gaat verdikken alles wat loopt de kruipt op. En nu opeens is er één Chinees die dan een vleermuis eet en dan krijgt de hele wereld corona. Dat gelooft toch helemaal geen hond. Laten we eerlijk zijn. Laten we daar even... Nou, het is geen politiek kanaal dit. Maar dat gelooft toch helemaal geen ene hond. Weet je, die mensen die vreten al duizenden jaren vleermuizen op. Nooit iets aan de hand. En er is dan eentje. Eén Chinees die vreet een vleermuis. En dan krijgen we met z'n allen corona. En dan gaat er een hele sloot mensen dood. En oom Jan zit met de kapotte geur zijn nu. Dat geloven we toch niet? Nou ja, dat doet er niet zoveel toe. In ieder geval, toen ik helemaal geen smaak had bij corona deel 2... Heb ik van een drankhandel in Bergen. Die zei, weet je wat je moet doen? Je moet rietsuikerrum nemen. Nou, was gelijk voor. Ik weet niet, vond het gelijk een goed idee. Met gingerbeer. Want dat is zo ongelooflijk sterk, die smaak. Die proef je zelfs als je geen smaak hebt. En dat klopte. Dus ik zat aan de gingerbeer met bruine rum. Niet altijd hoor. Maar dat gaf mij als enige smaak. Voor de rest had ik geen smaak. En toen heb ik op een gegeven moment die bruine rum er maar uitgelaten. Maar ja, het is toch een beetje vreemd dat je de hele dag aan de gingerbeer bruine rum zit. En dus toen dronk ik gewoon overdag alleen maar gingerbeer.
Omdat dat mijn smaak gaf. Want gember is natuurlijk een heel heftig smaak. Nou, dan weten jullie dat ook weer. Heel oninteressant verhaal. Nou, drie soorten gingerbeer. Ik ga ze proeven. Anders hoort erbij. Dat is wat ik hier doe. Ja? Nou, dan gaan we eerst beginnen met de Old Jamaican. Hoppatee. De Old Jamaican Gingerbeer Tropical. Want die zegt original recipe. Nou, is toch aardig dat ze zich aan het originele recept hebben gehouden. Ja, dat er niet iemand op een gegeven moment dacht, nou, we flikken er gewoon iets anders in. Ruik ik. Ik ruik de gember, snap je? Je kan mij nu met mijn neus boven een hoop stront laten hangen. Ruik ik dus niet. Dus dat is lekker als er een hoop stront ligt. Het is alleen vervelend als je in een goed restaurant zit. Iemand heeft zich helemaal wezenloos lopen koken en je ruikt niks, je proeft niks. Dat is dan vervelend. Maar hopen stront is fantastisch. Enfin. Holy fuck. Ja, dit proef ik gelijk, hè. Je proeft gelijk de ongelooflijke knaller van een gember. Ik vind gember gewoon hartstikke lekker. En ik vind ginger beer ook lekker. Omdat het smaakvol is. En deze Old Jamaican is 100.000% gember. Niet verschrikkelijk zoet. Er zit gewoon een beetje koolzuur in. Nogmaals, waarom ze het bier noemen, weet ik niet. Want het heeft er niks mee te maken. Maar het is een lekkere, verse gember frisdrank. Dat is wat het is. En deze is lekker hoor, van de Old Jamaican. Dan gaan we nu naar de Grace Ginger Beer Jamaican Style. Ja, dat was deze ook al. Dus als het goed is, proef ik geen verschil. Maar het is een ander merk. Au! Oh, breekt bijna mijn nagel. Daar gaat hij hoor. Deze is een beetje scherp. Hier zit ook heel... Oh, deze brandt een beetje in mijn strot. Hier zit heel veel koolzuur in. Dus er zijn echt heel veel belletjes. In eerste instantie proef je helemaal niks. En dan komt er een vlijmscherpe gember knaller in je keel. Die van hier tot hier... Nou, ik heb nog een aardig kindertje eronder ook. Maar van hier tot hier brandt het nu. Is dat gewoon in de hens? Hier. Dit hele, mijn slokpijp staat helemaal in de hens. Deze doet gewoon pijn. Nee, ik vind het allemaal leuk en aardig. Als ik dan gingerbeer drink, dan heb ik geen zin in pijn in mijn strot. Ho! Oh, deze is heel scherp hoor. Even een slokje van die ander. Die was ook gezellig. Hier. Die staat dik op kop. Maar dat komt omdat deze... Lijkt wel of ik drie slokken zoutzuur heb genomen net. Of ik de gootontstopper per ongeluk aan de bakkers heb gezet. Gert verdekking. Nou, dan hebben we er nog eentje over. Het is niet te geloven, maar het is ginger beer. En dit geval van Real Tropical. Oh, lime mint. Hier zit een extra smaaksensatie in. Ginger beer met lime mint, mensen. Kan allemaal, hè, in Jans Reviews. Want wij sluiten niemand en niks uit. Wij houden voor alles en iedereen. Ja. Ja, het is heel divers en ook inclusief programma dit. Ja, lieve mensen. Ik krijg nu een loopneus na drie slokken gingerbeer. Moet je nagaan wat die gember allemaal voor je doet. Nee, gember is echt serieus gezond, hè? Ja, onthoud dat. Ja, dit is dan niet een gingerbeer die pijn in je strotje doet. Maar dit is een gingerbeer waar hier een beetje te veel mee geklungeld. Je proef je inderdaad munt en een beetje limoen. Dat is ook niet zo gek, want dat zit er ook in. Maar de gember krijgt hier wel heel erg weinig aandacht. En hij is heel zacht. De gember shot is hier heel zacht. Het is wel een beetje, nou... Het is een beetje de flapdrol onder de gingerbeers dit. Dit, ja, ik vind het, deze vind ik te truttig. Tijd voor de cijfertjes voor de gemberbieren. En Ome Jan, jij heeft pijn. Ik geef het eerlijk toe. Want ik weet niet wat ze hierin hebben gestopt, in deze schoft. Maar ik heb het gevoel dat ik straks een nieuwe slokdarm moet gaan halen ergens. Van de Real Tropical, de ginger beer,
Ik weet niet wat dat allemaal met me doet, de gember, maar ik begin te snotneuzen, ik begin te niezen. En die luchtpijp, of die slokpijp, staat in de fik, maar... Ik heb een gingerbeervergiftiging, denk ik. Daar is te veel mee geklungeld. Ze hebben de gember naar beneden gedaan. Ze hebben een beetje onder de troepen in geflikkerd, munt en... was dat, een limoen en het is echt een softdrink geworden. Het is een beetje een suikerig, niet zeg een drankje geworden. Maar niet super vies hoor, maar gewoon niet zoveel aan. Dus gewoon een 5-ie. Absolute winnaar. Old Jamaican Ginger Beer Original. Want deze is super lekker. En tegenwoordig is ginger beer ook gewoon allemaal in de supermarkten te krijgen. Hè? Dat is niet meer iets ja, exotisch en moeilijks. Kun je gewoon in de supermarkt kopen, hè? Ginger beer. Maar deze is heel lekker. De gember is lekker. Het is niet scherp. Het is echt een serieuze, origineel gingerbeer. En die maakt me blij. I'm happy. I'm very happy with this one. Yes. En die krijgt van mij dus gewoon een 7'tje. Ja. Nou, ik ga even een paracetamolletjes slikken. Want ja, het doet allemaal pijn en zeer. En ik ben niet lekker. Naar al dat gingerbeer. Ik ga misschien even op banken liggen huilen. Ja? Mooi. Nou, doeg!